In Normandie. Ja, het einde van de maand juli begint eraan te komen. En dat zeggen om overwegen de rit te verkassen. Mijn werk is, is meer dan nacht heb ik gezien. Dus het is een beetje rustig door. Hè. Een beetje heel rustig. Ik ga nog wachten tot overwegen augustus. Bij de 15e of zo. En tot 2 weekjes. Congé en onder andere een weekje Italië. Hopelijk is er niet al te veel besmettingstoestanden en al. Ja, nou. Dus ja, het is redelijk rustig. Ja, ik heb vandaag ook tussengewerkt. En een klein beetje de Olympische Spelen gevolgd, maar een klein beetje maar in de achtergrond. Wat was het? Ja, Nina Derwaal die geturnd heeft, en dan nog een andere, meestal van 15 jaar, die 23e is, of 20e of zo. En nu is Nina de 6e. Het was natuurlijk een, het was niet hetgeen dat ze beste in was of zo. Dus geen Olympische medailles. Maar zondag misschien wel. Wie weet. Ja, de 29e. En er was één overleden te melden. Al dus. En er is ook nog één vermiste van de overstroming en dingen. Er is nog iemand niet teruggevonden van de overstroming in Wallonië. Zijn vrouw is teruggevonden, overleden, dus ja. De kans dat die persoon levend en wel getrokken van mij is quasi nihil. Ja. Dat is de persoon nog terugvinden. En dan is de tijd voor de healing zeer of zoiets. Bon. Ik zou zeggen dat mijn filmpjes iedere dag, op dag, motten gewijden. En ja, uiteindelijk heb ik niet veel trek in. Maar eigenlijk, ja, kijk, het is buiten die dingen, buiten de Olympische Spelen, is het eigenlijk een beetje komkommertijd. Vandaag was er een item in het nieuws. ja, noemt hij weer die een boot, de Ever Given of zo, die dingen geblokkeerd heeft, het Suezkanaal geblokkeerd heeft, en dat hij nu eindelijk terug is in Rotterdam, of eindelijk gearriveerd in Rotterdam met een slakkenhangetje. En er was toen een Piet die zijn eigen strandbar had besteld. En dat moest nog arriveren via die boot. En ze hebben dan een nieuwsitem gedaan, het nieuws gevuld, met die Piet, die zegt van, ah ja, kijk, ik ben plan getrokken uiteindelijk. Ik heb zelf een strandbar gemaakt met een container. Ja, hallo, wereldnieuws. Oh ja. Toch maar over dat ik vind dat niet komkommertijd nieuws is, ook nieuws. Voilà. Containerman, container strandbarman, hij is het, de man van de dag. Allee, met deze woorden, ja, kijk, tot morgen.
Morgen toch niet, ja. Dat zijn we ook bezig worden, niet. Allemaal tot morgen, niet. Salutjes.